Vrijdagavond 6 september waren er in Alkmaar gratis voorproefjes van het nieuwe theaterseizoen te zien tijdens de seizoensopening in Theater De Vest en de Grote Kerk Alkmaar. Nout Vergeffen, theaterdirecteur van Theater De Vest in Alkmaar. Vanavond hebben we Speelkwartier, de officiële opening van ons nieuwe theaterseizoen. We hebben dit seizoen meer dan 250 voorstellingen voor ieder wat wils, met fantastische musicals, jong talent, de oude garde komt nog eens een keer langs. We hebben lokaal talent, we hebben fantastische voorstellingen uit het hele land. Dus ga grasduinen door onze theaterbrochure of natuurlijk online. Geef u op voor de nieuwsbrief, want dan bent u altijd op de hoogte van de laatste voorstellingen. Zowel in de foyer van De Vest als in de zalen en in de Grote Kerk was er een avondvullend programma bordenvol gratis previews van 15 minuten. Vanavond hebben we dus Speelkwartier. Het zijn allemaal voorstellingen van een kwartier. Een soort sneak previews van ons nieuwe seizoen. Met bekende namen die even langskomen om iedereen weer dat gevoel van theater te bezorgen. Dus we hopen van harte dat het een hele mooie avond wordt. De autootjes komen hier al langs om u ook naar de kerk te brengen. Dus we zowel in theater als in de kerk laten we zien wat ons seizoen te bieden heeft. In de Grote Kerk voelde Maya Link, danser en choreograaf Denden Karadenic aan de tand over de nieuwe voorstelling van Zero Dance Theater. Dat is wel knap eigenlijk, dat je zo in hoeveel minuten was dit, dat je al zo'n hele move kan maken. Hoeveel dansers werk je? Dit waren er 16 en dat was eigenlijk de eerste keer dat we met de eerste generatie van het gezelschap en de tweede generatie, die zijn een stuk jonger, op het podium stonden. Dus dit is niet normaal, wat in een normaal theater is. Dat is een hele grote cast. Ja. De aankomende show van 9 mensen. In De Vest speelde accordeonduo Tuak. Lieve mensen, beste theaterliefhebbers. Ik spreek even tussendoor, want het is een komen en gaan van het publiek hier bij het Speelkwartier. Maar ik wil toch even officieel dit nieuwe theaterseizoen met u openen. Ook in de Grote Kerk zorgde pianist Ron Adelaar voor een bijzondere concertervaring. In de kerk was ook het Utrechtse dansgezelschap Shift te zien.